Goedemiddag allemaal. Welkom op het webinar voor insulineresistentie bij paarden. We gaan beginnen met een uitleg wat insuline en insulineresistentie eigenlijk is. En dan gaan we ook nog de oorzaken van dat probleem, de symptomen en ook de westerse en oosterse behandeling gaan uitleggen. Als er ondertussen vragen zijn, dan mocht je die in de chat stellen. Ik zal regelmatig tussenin even een pauze pakken. Het webinar gaat maximum 20 minuten duren, buiten de vragen. Ik hou het altijd kort, krachtig. En ik heb ook gezien dat een aantal studenten van de paardenshiatsu bij zijn. Dus ik heb helemaal op het einde van de presentatie ook een uitleg gegeven van alle acupunctuurpunten dat je kunt gaan behandelen. Waar je dus zelf in de praktijk kunt gaan doen om ervoor te zorgen dat die paarden die insulineresistentie hebben, dat je die kunt gaan helpen. Je gaat ook zien, het is uiteraard niet alleen maar shiatsu, maar het is niet alleen maar het westerse verhaal waarbij dat je, of hè, dat ze zeggen dat je niks kunt doen, of ze zeggen soms van probeer dat en dat. We gaan eigenlijk heel de combinatie maken om een zo goed mogelijk resultaat te krijgen. Als een paard krachtvoer of hooi of gras gegeten heeft, dan komt er eigenlijk glucose, dat is ook suiker, uit dat eten in de bloedbaan. En insuline, dat is een chemische stof dat door de alvleesklier wordt geproduceerd. Die absorbeert vervolgens die glucose uit het bloed en slaat dat op in de levercellen, de spiercellen, de vetcellen, om vervolgens te gebruiken wanneer dat lichaam het nodig heeft. Nu, als je hier naar die tekeningetjes gaat kijken en je gaat naar dat bovenste kijken, waarschijnlijk heb je ooit in een lang verleden in het middelbaar nog wel gehoord van de eilandjes van Langerhals. Dus Langerhals. En dat zijn eigenlijk, ja, zoals dat je hier op dat bovenste stukje ziet, groeperingsjes, kleine eilandjes. En die bestaan uit onder andere beta-cellen. Dus dat is eigenlijk daar waar de insuline geproduceerd wordt. En de alfa-cellen die dat glucagon gaan produceren. Om heel kort door de bocht te gaan, zorgt insuline ervoor dat de glucose uit de voeding in de cellen wordt opgeslagen onder de vorm van glycogeen. Dus wordt ook in de lever opgeslagen. En de glucagon die zorgt er eigenlijk voor dat de glycogeen, die dat opgeslagen zit in de levercellen, in de spiercellen, in de vetcellen, onder invloed van een te laag bloedsuikergehalte, dat dat terug wordt vrijgegeven in het bloed en dat dus je lichaam voorzien wordt van energie. Dus dat is eigenlijk een zelfregulerend systeem waarbij dat vanaf het moment dat jij eet, dat je lijf perfect weet wat het moet doen om ervoor te zorgen dat je energie kunt opslaan, energie kunt vrijmaken op het moment dat het nodig is. Als je nu verder daarop gaat bekijken. Als je naar de onderste tekeningetje gaat kijken, dan zie je daar staan glucose en insuline. En dan zo die kleine tikkeltjes, dat is glucose buiten de cel. Nu, dat roos tekeningetje daar onderaan, dat is een cel met daarin een celkern. En eigenlijk moet je dat zo wat visueel voorstellen, met dat daar twee soort van, bij wijze van spreken, zo twee gatjes op zitten. Die een blauwe, die is echt helemaal dicht. En die rode, die heeft eigenlijk twee gatjes, gelijk als een pries. En die heeft eigenlijk de eigenschap dat van het moment dat... dat gatje met die twee, of dat roos met die twee gatjes in, dat is een insulinereceptor. Dus die... dat is eigenlijk een systeem dat als er insuline in het bloed wordt vrijgemaakt en van het moment dat dat daarmee raakt, dat die eigenlijk een soort van een gatekeeper is, dat die zegt van, ah, oké, is goed, doe de poorten maar open. Dus als je de insuline, dat geel blokje met het rood en het groen, als dat raakt aan een insulinereceptor en die kan daar inklikken, dat is eigenlijk gelijk als de sleutel op een slot, dat kan eigenlijk het glucosekanaal, dus dat is dat blauwe bolletje, dat kan zijn eigen openen. En dan kan die glucose
via dat kanaal binnen tot in de cel. En dan kan daar de glucose omgezet worden tot glycogeen. Tot daar het chemische of het biochemische aspect. Waar dat je vooral, dus, maar dan weet je tenminste waar dat voor staat en hoe dat systeem werkt. Dus dat is hoe dat insuline wordt aangemaakt en wordt opgeslagen. Dus insuline, onthoudt even dat dat een hormoon is, dat dus een effect heeft op de energie, dat beïnvloed wordt door je eten en dat eigenlijk als functie heeft om de bloedsuikerspiegel in je bloed in balans te houden. Nu, als je hier verder gaat kijken, wat is insulineresistentie? Als je een paard hebt dat insulineresistent is, dan reageren die vet- en spiercellen pas op insuline als de concentratie in dat bloed echt onnatuurlijk hoog is. Die insulinereceptoren van die cellen, hè, dus die roze bolletje met die twee gatjes in, die zijn eigenlijk veel minder gevoelig geworden, waardoor dat er heel veel glucose op een andere manier moet verwerkt worden. En het teveel aan glucose in het bloed wordt door de lever omgezet in vetten, die dat dan verdeeld worden over het vetweefsel in het lichaam. Dus dat is ook hetgeen dat je dan gaat zien, zoals bij deze paardje. Al het vetweefsel in dat lijf, dat gaat extra vetophoping krijgen als die paarden insulineresistent zijn. En dat gaat zich vooral situeren ter hoogte van de manenkam, de schoft, net achter de schouders, ter hoogte van de lendenen en ook aan de staart aanzet. Het feit ook dat die glucose in dat bloed blijft, dat is ook echt niet gezond. Want dat zorgt eigenlijk op een gegeven moment voor weefselschade. Dat is net zoals dat je bij een mens een diabetes hebt. Als dat echt heel erg wordt, of die zijn daar heel ziek van, dan heb je niet alleen, die hebben niet alleen maar heel veel dorst, die gaan niet alleen maar heel veel plassen. Als die wondjes hebben, dan gaat dat enorm slecht genezen. Die kunnen soms, want soms kan het ook zijn dat die mensen of zelfs paarden, dat die niet ontzettend dik worden, maar dat die juist echt een onverklaarbaar gewichtsverlies hebben. Die huid is ook niet goed, dat jeukt, dat is droog. Die hebben abnormaal honger, of die zijn echt abnormaal vermoeid. Dat je echt denkt van, wat heeft dat beest nu toch? De weefselschade kan echt zodanig ver gaan dat die zelfs hart- en bloedvatenproblemen krijgen, dat die cataract krijgen. Dus dat, ja, slecht zicht. Dus dat kan eigenlijk allemaal een gevolg zijn van insulineresistentie. Kort door de bocht is dat lijf dus eigenlijk gewoon niet meer in staat om glucose vanuit het bloed te laten opnemen door de lever, de spier en de vetcellen. Waar je vooral op moet letten, is in het voorjaar zit er enorm veel fructaan in het gras. En fructaan is eigenlijk een soort van een suiker, maar een fameuze stevige suiker. Er zitten ook heel veel eiwitten in dat gras. Vooral ook omdat dat gras dat moet beginnen te groeien. Daar ook onder invloed van zonlicht, maar ook onder invloed van koude, is er een gigantisch, kan dat zelfs op een paar uur tijd gigantisch schommelen. En paarden die al gevoelig zijn aan suikers of zelfs ook aan hoevenvangenheid, die moeten vooral in het voorjaar en het late najaar echt goed oppassen met een teveel fructaan in het gras. Omdat dat er natuurlijk voor kan zorgen dat glucosegehalte in het bloed gigantisch stijgt. Dat de insuline niet meer kan volgen en dat je eigenlijk die problemen creëert. Wat is nu nog een belangrijke? Kort gras, daar zit meer suiker in, dus meer fructaan in, dan in van dat heel lang uitgegroeid gras met van die, hoe noemt dat? Dat je ziet dat dat gras echt een zaad geworden is, dat is eigenlijk het beste gras, het minst gevaarlijke gras. Het is ook belangrijk om bijvoorbeeld op, je moet eens een keer kijken op fructaanindex.nl. Daar zie je perfect, daar kun je echt, dat wordt om de paar uur wordt dat vernieuwd en dan kun je ook zien wat het gevaar is op fructaan. Nu, dat hangt natuurlijk ook af van het feit hoe dat de conditie van je wei is, waar dat je woont, of dat het nog
of dat het koud is geweest 's nachts, dus onder de 5 of 10 graden, dan heb je 's nachts toch redelijke kou. Vanaf het moment dat daar zon op komt, krijgt dat gras gigantische stress en dan begint dat heel veel fructaan aan te maken. Dus eigenlijk bij continu dezelfde temperatuur en overdag bewolkt, dan valt dat eigenlijk nog wel redelijk mee. Is het 's nachts koud en overdag warm en zonneke, dat is eigenlijk een redelijk gevaarlijke. Paarden die dag en nacht op de wei staan en die dat daar minder gevoelig aan zijn, en dat zijn dan bijvoorbeeld niet de Welsche, niet de Haflingers, niet de Koudbloeden, de IJslanders. Dus eigenlijk alle niet zo sobere rassen, die kunnen daar eigenlijk iets beter tegen. Vanaf dat je een Welsh hebt of een Koudbloed of van die IJslanders, die zijn eigenlijk gewend om een heel arm dieet te hebben. En die doen het daar prima op. Onze weien die zijn meestal veel te hard bemest. Die zijn ook helemaal kaal gegeten. Voor het minste beetje dat dat gras begint te groeien, wordt dat terug kaal gevreten. Dat is eigenlijk het lekkerste, want daar zit het meeste fructaan in en dus ook het meeste suiker. Dat is ook de reden waarom die paarden altijd zo naar dat kort gras gaan. Wat zijn nu de symptomen van een paard met insulineresistentie? Insulineresistentie is trouwens echt de voorloper van diabetes. Ook bij mensen is dat kan zelfs 5 à 10 jaar gewoon al in je systeem aanwezig zijn, dat je wel merkt dat je niet 100% voelt, maar dat je toch daar niks mee doet, omdat de klachten niet erg genoeg zijn. En dan plots, ineens, heb je diabetes. Je denkt dan dat dat plots is, maar eigenlijk zit dat al jarenlang er tegenaan te hikken. Die symptomen, en ik zal straks ook uitleggen hoe dat Chinees gezien kan. Dus de symptomen. Je hebt een ondergewicht of een overgewicht. Die vetophopingen aan de manenkam, aan de staart aanzet. Ik kan eerst even al door naar de volgende slide. Hier zie je ook dat hoe dat die er allemaal uitzien. Hoefbevangenheid en spierbevangenheid is daar ook mee gerelateerd. Ook Cushing. Of het symptoom of het syndroom van Cushing hangt dan samen met hoefbevangenheid, met insulineresistentie, ook EMS, equine metabolic syndrome. Dus dat je het metabolisme, dus eigenlijk je stofwisseling in het lijf, is gewoon helemaal verstoord. En hoefbevangenheid, Cushing, EMS, insulineresistentie, eigenlijk valt dat onder één grote noemer. Als je daar last van hebt, of een paard ook, dan merk je ook dat je minder goesting heeft om te werken. Dat je over het algemeen een vermoeide indruk geeft. Die vetophopingen, dat is hetgeen waar je echt op moet letten. En we gaan dat dadelijk zien op basis van een puntenkaart dat je kunt geven om te zien of dat paard richting insulineresistentie neigt of niet. Paarden die extreem veel drinken en veel plassen. Chinees gezien kan dat ook te maken hebben met de nieren, maar dus ook met insulineresistentie. Alle vachtproblemen, luchtwegenproblemen, ook verminderde vruchtbaarheid, kan allemaal symptomen zijn of een symptoom zijn van de insulineresistentie. Dus hier aan de staart aanzet, zie je dat wat dikker is, ook hier ter hoogte van die billen. Je zit hier, dus dit is eigenlijk de zitbeenknobbel. Maar eigenlijk zou dat gewoon één mooie gladde spier moeten zijn. Je zit hier achter de hoogte van het schouderblad, hier achter het schouderblad, hier de hoogte van de lendenen. En hier ook dat extra van die vetbobbels zijn. Als je zo'n nek ziet, ofwel zijn die paarden ooit hoefbevangen geweest, ofwel hebben die gewoon continu chronische last van insulineresistentie. Met shiatsu kun je er ook voor zorgen, zelfs met gewoon de basisbehandeling, door dat losse trommelen, die manen te schudden, die stretches te doen, kun je ervoor zorgen dat die afvalstoffen dat ondertussen ook nog in die vetcellen hun eigen ophopen, dat je die stukjes aan kunt loswerken en dat je dat systeem terug in de gang zet. We zullen straks ook die punten laten zien dat je extra kunt gaan behandelen. Dan als je hier kijkt naar dat kaartje. Je vindt deze ook terug op internet. Zo. Je kunt daar bijvoorbeeld een screenshot van pakken.
je moet eigenlijk vooral naar die onderste kijken. Als je paard gewoon heel veel achterhand heeft, dat hier heel dik is, dat die hals ook heel dik is, dat is eerder obesitas gerelateerd. Maar het kan zijn, als die paarden ineens extreem beginnen af te vallen, dat dat daar ook mee te maken heeft. We gaan straks ook nog zien dat er Chinees gezien, of Westers gezien hebben ze die linken nog niet gelegd, Chinees gezien zijn er al wel linken ook nog, waarvan ik zelf in het begin ook dacht van, ah ja, tja, dat is wel apart dat dat daarmee te maken kan hebben. Als je nu zeker wilt weten of dat je paard insulineresistent is, dan kun je een bloedonderzoek laten doen. En voor dat bloedonderzoek dan moet je paard eigenlijk een hele nacht vasten. Dus je mag een hele nacht niks eten. 'S Morgens wordt de bloed afgenomen om de bloedsuiker en de insulinewaardes te meten. Een paard met insulineresistentie heeft meestal een hoog insulinegehalte en een normaal glucosegehalte. Dus dat is een belangrijke om mee te nemen. En je kunt er ook voor kiezen om een glucosetolerantietest te laten uitvoeren. Om gewoon te zien waar eigenlijk exact het probleem zit. Ik zal misschien eens even gaan kijken in de chat of dat er nog iets is. Sabine, bedoel je met kort gras het gras dat nog moet beginnen groeien in het voorjaar of gras dat net is afgegeten? Beide. Dus dat kan beide zijn. Vanaf het moment dat dat begint te groeien, krijgt dat een fameuze groeischeut, om het zo te zeggen. En dat is onder invloed van je fructaan. Als er nog vragen zijn, dan... Voilà, Moene. Komt uit bloedonderzoek een hoog insulinegehalte en een laag glucose... Nee, een normaal glucosegehalte. Oké. Als je nu gaat kijken naar de verschillende oorzaken, dan heb je enerzijds een genetische aanleg. Ook als je een vet dieet hebt, vetgras, brokken, muesli, granen, meer koolhydraten dan ervoor, dan kan eigenlijk, als dat paard er gewoon niet goed tegen kan, of jij zelf ook als mens, dat fysiologisch regulatiesysteem uit evenwicht geraken. Vroeger was het zo dat de paarden echt keischraal de winter uitkwamen. Om te overleven moest er dan zo snel mogelijk en zoveel mogelijk vet worden opgeslagen. En de natuur werkt er op zich wel aan mee om dan in het voor- en het najaar de maximale hoeveelheid suikers in het gras te zetten. Maar eigenlijk tegenwoordig hoeven die paarden in de winter niet meer te overleven. Want ook in de winter, en dan gaan we die bijvoeren, krijgen die extra verzorging, krijgen nog een extraatje, en dat ze goed die winter kunnen doorkomen. Dus die extra suikers in het voorjaar, eigenlijk is dat overbodig. Het is zelfs zo dat de meeste paarden zijn op het einde van de winter eigenlijk nog vetter, omdat ze minder bewegen. Hè. Ze worden van de wei gehaald, ze worden op stal gezet, ze kunnen daar een hele winter goed eten. Dus als je die dan nog eens extra op de wei gaat zetten, die krijgen die suikers gewoon helemaal niet verteerd. Anderzijds stress. Dat is echt een hele belangrijke factor ook. Onder invloed van het hormoon cortisol, dat is eigenlijk je antistresshormoon. In natuurlijke situaties zorgt die stof voor een heel snelle verbranding, waardoor dat paard heel rap kan vluchten als er gevaar dreigt. Maar paarden die dat in rust stress ervaren, dus bijvoorbeeld omdat die continu op stal gehouden worden, worden eigenlijk te veel stresshormonen aangemaakt en kunnen lichaamsprocessen verstoord geraken. Cortisol die gaat de gevoeligheid van die insulinereceptoren, dus die roze met die twee gatjes in, die gaat eigenlijk die gevoeligheid verminderen. En die voorkomt dat de glucose in de lever en de spieren kan worden opgeslagen als glycogeen. En dat kan dus leiden tot nog meer insulineresistentie. Magnesium speelt een hele belangrijke rol in het stabiliseren van de insulinereceptoren. Dus ook heel belangrijk om dat bij te geven als je bij, stel nu dat je bij een paard komt dat daar last van heeft. Dat is een van de eerste dingen. Dat kost niet veel. Je moet wel magnesiumgelaat adviseren, want dat is hetgeen dat wel kan opgenomen worden. En dat is iets dat die paarden wel waarschijnlijk heel hun leven lang gaan moeten
gaan moeten blijven bijkrijgen. Infectie, maar ook worminfecties. Nu, volgens de traditionele Chinese geneeskunde hebben worminfecties absoluut een link met insulineresistentie. Dan vraag ik me eigenlijk ook af hoeveel mensen die diabetes zijn of diabetes geworden zijn, zitten er dan ook niet meer worminfecties of wormbesmettingen. Je zou er eigenlijk van versteld staan met wat voor beesten dat we allemaal in ons lijf zitten, want dat is niet alleen bij paarden en bij honden. Wij krijgen ook gewoon continu wormbesmettingen. Alleen als je daar bij mensen over praat, dat is echt taboe, dat mag niet over geklapt worden. Maar als je stel dat je heel veel last daarvan hebt, dan kunnen we eigenlijk ook eens een keer laten checken om te zien of dat allemaal in orde is. Nu, om infecties te bestrijden, maakt het lichaam bepaalde stoffen aan die dat die darmflora, bij een paard of bij een mens, zodanig kunnen verstoren dat er insulineresistentie kan ontstaan of zelfs gaan verergeren. Een chronische darminfectie, maar dus ook een acute luchtwegeninfectie, kunnen op die manier de oorzaak zijn van het ontstaan of van het verergeren van die insulineresistentie. En zo kan een paard bijvoorbeeld hoeven vangen worden zonder dat er in dagelijkse omstandigheden iets is veranderd. Dus eigenlijk gewoon door een infectie. Of dat bijvoorbeeld uw paard, nadat hij een koliekoperatie heeft gehad en dat hij op de antibiotica staat, dat hij ineens hoevenvangen geraakt en dat je eigenlijk in een neerwaartse spiraal zit dat op een gegeven moment ook insulineresistentie teweeg brengt en je bent vertrokken. Dus dat is echt wel een lastige. En dan hormonaal. Door een verstoring van een oestrogeenspiegel in het lichaam kan een hormoonbalans zodanig verstoord geraken dat dat een invloed heeft op het ontstaan of het verergeren weer van insulineresistentie. En andersom werkt dat dus ook. Een merrie met insulineresistentie is vaak weinig of niet hengstig. Ik zie hier nog een paar vraagjes binnenkomen. Tine vraagt, kan kokosolie bij deze paarden? Ja, absoluut. Kokosolie zorgt er eigenlijk voor dat de vetverbranding in uw systeem veel beter gaat verlopen. En Tess die zegt, ik geef mijn paard het supplement van Phytonix, Glucobalance, zou je daarnaast dan ook nog magnesium aanraden? Ja, absoluut. En hetgeen dat je hier nu ziet staan, dat raad ik ook nog aan. Wacht, kom daar nu toe. Dus, westers gezien, hoe dat je de paarden kunt gaan behandelen, is eigenlijk je voeding. Ziet dat je de hoeveelheid krachtvoer beperkt, geeft zoveel mogelijk ruwvoer, zoals stro, hooi, maar ook schraal gras, maar van dat lang uitgegroeid gras. Om te voorkomen dat je paard een tekort aan belangrijke vitamine en mineralen krijgt, kun je er een volledig supplement bij geven. Maar je moet weten wat je geeft. Stel nu dat je echt intensief werkt met je paard, dus dat ze echt wel energiebehoeften heeft, of je hebt een merrie dat veulen heeft en dat melk moet produceren, ja, dan ga je dat wel extra moeten bijgeven. Maar dan kun je ook kiezen voor een voer dat speciaal ontwikkeld is voor paarden die gevoelig zijn voor suikers. Door bij ruwvoer, zooi, gebruik te maken van zo'n slow feeder. Of zelfs door je hooi een nacht te laten weken in water, dan dat water weg te gieten en dat hooi te geven, dan zijn eigenlijk al de voedingsstoffen uit dat hooi getrokken en dan kunnen ze wel gewoon een hele tijd eten zonder dat ze te veel voedingsstoffen kunnen binnenkrijgen. Het is hetzelfde als met pulp. Als je dat in plaats van de aanbevolen hoeveelheid pulp, dat je er twee keer zoveel water, sorry, bij de aanbevolen hoeveelheid pulp met dan de juiste hoeveelheid water, dus eigenlijk maal twee, in plaats van maal twee aan water te doen, doe je maal vier. 'S morgens kap je dat water weg. Hoe meer water dat erin zit, hoe meer dat eigenlijk de resterende suikers eruit gehaald worden. En hoe suikerlozer de pulp. Stress. Ziet dat je voldoende zonlicht. Dat is echt een superbelangrijke. De vitamine D, dat wordt aangemaakt onder invloed van zonlicht, heeft een hele positieve invloed op stress. Eigenlijk moet je denken, licht, lucht, liefde. Dat is hetgeen dat je aan de paarden moet geven.
Ook de aanwezigheid van soortgenootjes en zeker voldoende beweging. Dat is niet alleen een belangrijke factor voor het verminderen van stress, maar ook hoe minder beweging dat je als mens of als paard hebt, of zelfs als hond, hoe hoger eigenlijk de kans op insulineresistentie. Het grazen, zoals ik straks eigenlijk al gezegd had, het suikergehalte in gras stijgt onder invloed van zonlicht en daalt als het gras groeit. Een paard dat insulineresistent is, kan best zo min mogelijk toegang tot weidegras krijgen. Als je het al doet, een paar uurtjes per dag maar, bij voorkeur 's morgens, omdat je dat de fructaan aanmaakt dan nog het minst is. Maar natuurlijk, als je vanuit de winter komt en je hebt 's nachts gevroren en je denkt dat 's morgens nog om 11 uur 's ochtends is, maar dan staat al volle bak de zon erop te schijnen, dan is dat ook al nimmer oké. 24 uur per dag je paard op de wei laten staan is echt een no-go voor een insulineresistent paard. Op de paddock kan wel, maar voor de minste spriet gras dat er te veel staat, kunnen ze het al terug vlaggen hebben. Als het nog niet zo erg is, kun je ook aan de strookbegrazing doen. Dus je zet eigenlijk je wei af met gewoon een draadje. Op wel een trick, want natuurlijk als je van die koudbloeden hebt, steken gewoon hun manen eronder en die floepen onder je draad door. Dan ziet dat je er goed wel een trick op zet of ze zitten terug in heel je wei en dan hebben ze weer terug kans op insulineresistentie, op de hoebevangenheid enzovoort. Wat je ook kunt doen, gewoon voor de veiligheid, is een graasmasker opzetten. Het enige waar je een klein beetje op moet letten, is dat die paarden soms zijn die zo bang met dat masker dat die ook niet meer durven gaan drinken. Dus als je je paard gewoon denkt van, die zal nog wat drinken en doen, maar die is zo'n graasmasker op, dat gaat gewoon geen goede zin. Dan gaat je paard helemaal uitdrogen. Dus zie dat je zeker weet dat die kan drinken. Dan, wat je nog kunt doen, buiten bijvoorbeeld Tess, die de glucobalance geeft. Bij Equina hebben we superfoodies. En er is een speciale samenstelling die dat onder andere, dus er zit er echt een stuk of 20 van superfoods in, maar er zit onder andere acai-bessen in, chaga, goji-bessen, ashwagandha, maki-poeier, baobab, reishi, allemaal in de juiste verhoudingen. Het enige lastige is, met superfoodies, food, ter ondersteuning van de insulineresistentie, of ervoor te zorgen dat die hormonenbalans terug in orde komt, en dat het terug op een normaal niveau wordt gezet, dat die insulinereceptoren terug geprikkeld worden. Dat is natuurlijk iets, als je paard dat heeft, ja, dat gaat hij gewoon de rest van zijn leven moeten geven. Gelukkig hoeft je daar niet al te veel van te geven, maar je moet echt de rest van je leven, of van het paardenleven, oppassen met niet te veel hooi te geven, gewoon op de paddock te zetten, licht, lucht, liefde, genoeg licht, om ervoor te zorgen dat hij niet terug gaat hervallen. Ginkgo biloba, Sint-Janskruid, daar zit eigenlijk een flavonoïde in, en dat noemt quercetine. Dat is ook iets dat gebruikt wordt voor diabetes of voor insulineresistentie. En dan komen we nu aan het Chinees verhaal. Oosters gezien, dat zal eerder zijn voor de shiatsu-studenten, dus als je hier niks van snapt, dat is perfect normaal, dat is Chinees. Als je daar niet al een hele tijd opleiding over volgt, dan ga je echt denken, what the F. Dus Chinees gezien heeft insulineresistentie met een aantal factoren te maken. En je moet eigenlijk op basis van de klachten dat het paard vertoont, dus niet alleen die ophopingen dat je heeft, maar je moet eigenlijk gaan kijken, waar heeft je nu nog last van? Dus bijvoorbeeld als je met een bloedstase zit. Een bloedstase wil eigenlijk zeggen, dus bloed is Chinees gezien eigenlijk een soort van vastere vorm van energie. Dat is ook het bloed dat in onze aders loopt. Die bloedstase, wanneer komt dat
tot uiting. Als je dat westerse gezien gaat bepalen, dat komt tot uiting van het moment dat je paard hoefbevangen is. Dat is het moment dat er niks meer circuleert en een bloedstase doet ongelooflijk veel pijn. Dus als je weet, die heeft allemaal van die dikke ophopingen en die is zijn hoeven vangen, dan kun je op die moment de bloedstase gaan behandelen. En de punten dat daarbij horen om die bloedstase te gaan oplossen, is sowieso alle tingpunten. Dus eigenlijk de punten die dat op de kroonrand van de voeten liggen, op alle vier de voetjes. In combinatie met een nier 18, je hebt uw meridiaankaarten, dikke darm 16, de mild 8 en 10, de maag 37 en 38 en het U-punt van diafragma, dus blaas 17. Dus dat is eigenlijk de behandeling voor een paard dat insulineresistent is en dat daarbij, of eigenlijk dat de oorzaak een bloedstase is geweest. Dan, de meridiaan waarvan dat we altijd roepen, blijf daar af. Als je niet weet met wat je bezig bent, dat is de hartmeridiaan. Nu, Chinees gezien heeft die een invloed op het bloedsuikergehalte in het lichaam. Waar kan het nu aan liggen? Ofwel een hart-chi, een hartenergie-deficiëntie, dus wat zeggen te weinig aan hartenergie, of een hart-yin-deficiëntie, dus te weinig aan het yin kunnen ook zien als vocht. Wat gaat je dan doen? Bij die hart-yin-deficiëntie gaat je nier 4 doen, omdat die juist extra voor de yin, voor de bevochtiging, gaat zorgen en gaat ondersteunen. In beide gevallen doe je het U-punt van hartprotector en hart. Dus dat ligt op de blaasmeridiaan. Uw blaas 14 en 15 is dat. Hart 6 en 7. Dus die liggen hier. En bij ons liggen die hier. Om ervoor te zorgen dat je op die manier die een hartchi terug activeert, die hart yin activeert en dat je dus... Als je regelmatig die behandelingen gaat doen, uiteraard telkens nadat je paard te goed onderzocht hebt en dat je exact weet wat dat is, want het kan ook een combinatie van verschillende dingen zijn, maar eens dat je weet wat dat is, dan kun je deze dingen extra gaan behandelen. Stel dat het probleem van de insulineresistentie zit ter hoogte van de nier, dan kun je een nier-yin-deficiëntie of een nier-yang-deficiëntie hebben. Dus voor de studenten die weten, of die gaan dat binnenkort horen, dat er een nier, dat je dat eigenlijk kunt voorstellen als een soort van een pot met water erin en daaronder een vuurke. Het water erin, dat is een nier-yin. Het vuurke eronder is een nier-yang. De nier-yang moet ervoor zorgen dat er voldoende nier-yin is, dat er voldoende nier-yin kan verdampen, dat die een damp, zogezegd, Chinees gezien is dat, dus westers gezien klopt deze niet, hè? Chinees gezien is de verdamping vanuit die nier, zorgt dat voor de juiste bevochtiging overal in het lichaam. Als er onvoldoende yin is, dus wat zeggen als je pot met water leeg is en je kijkt erin en je zegt, oei, er is niet genoeg water, maar er is wel genoeg vuur aan het branden, ja, dat verdampt er nog een beetje, maar voor de rest gaan we pot beginnen aan te bakken. Dus dan gaat uw nier yin, uw water, terug moeten gaan bijvullen. Als er een nier-chi-deficiëntie is, dat wil zeggen dat die nier-energie over het algemeen gewoon wat te laag is, dat is minder erg dan een nier-yin of een nier-yang-deficiëntie, dan kun je sowieso gaat je op het U-punt van de nier werken. Dus dat is je blaas 23. Je pakt ook blaas 29 en 30 erbij. Die liggen ter hoogte van het sacrum en eigenlijk kun je alle punten die dan naast het sacrum liggen, gebruiken om op de nieren te werken, op de voorplanting te werken, op sacrumproblemen te werken, op zelfs de bezenuwing die naar de benen gaat. Dus als er daar problemen mee zijn, zo een dat zijn been zo heel hoog optrekt met een hanentred, een waarbij dat een shenshu, dat is ook iets dat enkel de studenten kunnen weten. Dus dat je shenshu gevoelig is, dat wil zeggen dat die ischiaszenuw eigenlijk geïrriteerd is. Door dan ook de punten te behandelen die naast het sacrum zitten, kun je echt heel goede resultaten hebben. Dan heb je nog nier 1 tot en met nier 5 en nier 7 om je nier yang weer terug te gaan activeren. Je nier yin is nier 3 dat je gaat bijbehandelen. En dan heb je mild 6 die ervoor gaat zorgen dat eigenlijk alle
vocht terug geregeld wordt. En dat is tegelijkertijd, als je er nog kunt herinneren, het openingspunt voor de drie yin-meridianen, mild, lever en nieren. De long 7 heeft een hele goede invloed op de bevochtiging van heel uw lijf. En uw long 8 kunt je er ook mee bij doen om ervoor te zorgen dat je die nier yin, yang of de qi-deficiëntie kunt gaan bijwerken. En dan hebben we er nog twee. Of althans, dit is er één van de twee. De long qi-deficiëntie of een long yin-deficiëntie. Deze is eigenlijk een makkelijke om te gaan behandelen. Wat zie je bij deze paarden? Als die paarden die gaan dan vooral de klacht hebben dat die hun huid heel slecht herstelt, dat die wondjes hebben, dat je echt denkt van allee, die ziet er echt, ik weet niet hoe slecht uit. Dan kun je op dat paard, op het joepunt van long, dus blaas 13 gaan werken, en long 1 en 2, samen met long 9. Die long 9 pakt vooral als de long yin deficiëntie is. Dus wat gaat je dan ook hebben, wat gaat je heel vaak hebben, als je een tekort hebt aan bevochtiging in de long, dan gaat dat paard niet alleen insulineresistent zijn, maar dan ook nog eens een keer zo'n hoestje hebben. Omdat er eigenlijk er is te weinig vocht in de long, dus het kan zijn dat die zelfs een hoestje beginnen te krijgen. Hoeft niet per se, maar je gaat sowieso zien dat bijvoorbeeld die vacht ook heel dof is, omdat er te weinig bevochtiging is. En dan als laatste mogelijke oorzaak, Chinees gezien dan, dat is een maag-chi of een maag-yin-deficiëntie. Als je dat hebt, dan gebruik je maag 12, 21 en 30 samen met het joepunt van de maag, dus hun blaas 21. Het kan ook zijn dat er echt maagvuur op zit, dus dan zit je ook weer, je zit dan ook nog eens een keer met of je kunt het gevolg daarvan van maagvuur is dat er ook nog eens een keer maagzweren kunnen opzitten. Dan doe je dikke darm 8 en 11, maag 37, 43 en 44. Dus ziet dat je, eens dat je een paard hebt met de insulineresistentie, ziet dat je eerst je paard goed onderzoekt, dat je weet welke joepunten dat eruit komen, dat je weet wat je exact moet gaan behandelen, om vervolgens de juiste behandeling te kunnen doen. Hoe vaak moet je dat nu doen? Dit is iets dat je in het begin echt elke week gaat moeten doen. Dus, en dat is ook niet iets dat na een maand al opgelost is. Dat is iets dat je over langere perioden moet zien. Vanaf dat je een maand of drie, elke week of zelfs twee keer in de week, als het echt heel, heel erg is, als je twee keer in de week aan het behandelen bent, gaat je na een maand of drie echt wel opvallende resultaten hebben. Dan gaan die vetophopingen verminderen. De paard gaat zijn eigen beter voelen. Die gaan veel beter lopen. Dus dat gaat ook echt wel... het gaat een fameuze inspanning zijn, ook van een eigenaar. Omdat die gaat die supplementen moeten bijgeven. De voeding moeten aanpassen. Die gaat u een paar keren moeten laten komen om dat paard te kunnen behandelen. Dus ja, het is een project van lange adem. Maar eens dat je hem goed hebt, dan kun je gaan kijken van oké, hoeveel keren heeft je nog nodig voordat je toch nog goed blijft? Zonder dat je gaat hervallen. Stel dat je daar, dus buiten heel het Chinese verhaal, dat je algemeen ook weer wilt weten over voeding, over hoe dat je kunt testen. Dus dat is eigenlijk de kinesiologie. Dat is eigenlijk via spiertesten kunnen achterhalen waar dat je paard mee zit. We hebben eigenlijk een aantal losse cursussen. We hebben ook een volledig pakket. Dat noemt de Shiatsu Advanced en de Shiatsu Pro. En we hebben voor deze zomer een heel toffe actie. Omdat we hebben een zomercursus waarbij dat je op 7 dagen tijd... ik zal even kijken hier. Voilà. Dus eigenlijk waar je op 7 dagen tijd... Dat is echt een superintensieve cursus. Er is helemaal goed kunt invliegen. En wat gaan we dan zien... eigenlijk de Shiatsu Basics, dus dat is eigenlijk een basisbehandeling. Daar zie je echt van kop tot teen, eigenlijk moet je zeggen van hoofd tot voeten en staart, hoe dat je je paard gaat behandelen. En door die algemene behandeling kom je eigenlijk al op al die acupunctuur, kom je eigenlijk al over de meeste van die acupunctuurpunten dat we nu juist besproken hebben. Je gaat daar dan ook... hier sta je bij, hè. Je gaat dan ook verder met anatomie en stresspunten. Wat houdt dat in?
Je gaat eigenlijk zien hoe dat een paard beweegt, waar het je kreupel loopt, hoe dat je dat kunt zien. En dan nog belangrijker, hoe kun je dat nu juist gaan behandelen. Je leert ook hoe dat je de spieren van je paard kunt opbouwen door de juiste training. In die zin dat je weet welke sequentie dat je moet aanhouden. Of dat je conditietraining wilt doen. Als je echt een heel dik paard hebt, ja, die gaat veel meer moeten laten bewegen. Maar als je die ineens kwin je hart in het werk zet, die gaat verzuren, die gaat slecht zijn, ruiter en paard gaan er absoluut geen plezier aan hebben. Dus eens dat je weet van, daarom is dat je begint te verzuren. En daarom loopt hij zo stijf. En daarom is hij zo ampetant. Dus eens dat je dat weet en dat je die achtergrond hebt, dan gaat je dat zeker bij je eigen paard al niet meer doen. En dan weet je van, oei, ik ben er misschien... dat was niet 100% het juiste dingen. Of van potverdekken, ik krijg geen spieren bij op mijn paard. En toch denk ik elke dag aan trainen. Daar gaat u uitgelegd worden hoe dat komt. En met welke oefeningen en in welke sequentie dat je dat eigenlijk kunt gaan doen. De cranio en structurele, dat is een ongelooflijk dankbare behandeling dat die paarden krijgen. Voor het minste beetje dat je daar aan begint. En die paarden die hebben dat al één keer gehad, die doen direct instant hun ogen dicht. Die gaan helemaal hangen en die zijn vertrokken voor de rest van de sessie. Daar kun je ook Er is eigenlijk heel leuk om te zien dat paarden die daar trauma's hebben gehad, dat echt heel vast zitten ter hoogte van hun hoofd, van hun hals, door een aantal cranio- en structurele behandelingen, dat je echt ziet dat die ongelooflijk hard veranderen. En dat is ook een stukje yin-yang en vijf elementen. Dat is een stuk dat je online krijgt, waarbij dat je, omdat dat is best wel intensief, dat is ook best wel pittig, dat is wel belangrijk dat je, dat is eigenlijk op voorhand uitgelegd, ik geef die een uitleg daarbij, dat je af en toe een keer kunt gaan terughoren. Want hoe meer yin en yang dat je hoort, hoe meer dat je alles door elkaar begint te slagen. Dus met één dag daar les over te hebben, dat is gewoon te veel. Dus je kunt daar op voorhand al even aan beginnen. Als je inschrijft voor die cursus, dan krijg je ook de yin-yang en de vijf elementen toegestuurd. En dan kun je rustig op je gemak al eens een keer beginnen. Er zitten ook een heel deel voorbeelden bij van hoe dat je dat in het dagelijks leven kunt gaan toepassen. Hoe dat die vijf elementen werken. Hoe dat je dat kunt gaan linken aan je paarden. Wat voor type ruiter dat je bent. Daar zit een hele vragenlijst bij van ik heb eigenlijk heel veel honger. En ik vind gezelligheid heel belangrijk. En het paardrijden is voor mij niet echt een must. Ik vind dat veel leuker om contact te hebben. Dus dan kun je eigenlijk zien wat voor een type ruiter dat je zelf bent. En dan ook kunnen we weer gaan refereren naar je paard. En mijn paard is constant chagrijnig. Die is altijd met zijn oren plat. Die loopt ook heel stijf. Voor het minste beetje dat je met je been eraan komt, dan gaat hij omhoog. Eens dat je weet waar het daarvoor staat, is dat ook wel leuk om te weten, één, hoe dat je die moet benaderen. Wat dat je kunt gaan behandelen. Om ervoor te zorgen dat je van dat chagrijnig gedrag dat hij eigenlijk heeft, dat je gewoon zijn ding of terug zijn eigen zelf kan zijn. Die week, dat is de week van 3 augustus, van 3 tot 9 augustus. Dus van 10 tot 5. Als je hier aan wilt deelnemen, ga eens even kijken, dan gaat je ook zien dat als je die in de zomer doet, in combinatie ook nog met de pro eventueel, maar dat kun je dan later doen, dan hebben we een actie waarbij dat je €1578 gaat besparen. Je kunt gebruik maken van de KMO-portefeuille. En dat is 30% korting dat je eigenlijk krijgt op de volledige opleiding. Voilà. De live basiscursus, die is aan de eerste dag. Je krijgt die ook nog eens een keer online toegestuurd, dat je daarna nog eens een keer kunt gaan herhalen. Aangezien dat er heel veel technieken zijn, die dat je natuurlijk wilt die allemaal opslagen. Maar het is gewoon ontzettend veel. Dus dat is ook wel fijn dat je dat daarna nog eens een keer kunt gaan bekijken. Of op voorhand, dat je al weet van, dat komt er aan bod. Je kunt dat eens een keer oefenen op je eigen paard. En dan kun je, de dag dat je eraan gaat beginnen, heel gericht vragen stellen. En zeggen van, zeg maar, mijn paard reageert daarop. En die wil dat niet doen. En hoe komt dat dan? Dus dat is eigenlijk een heel plezante om ter voorbereiding te doen. Je kunt de Advanced doen in Grimbergen, in Turnhout, in Kampenhout.
En daar gelang de locatie dat je wilt en de data dat je eigenlijk je vervolg wilt doen op de Advanced of de Pro, dan kun je de locatie en de data naar keuze gaan bekijken. Dus voilà. Ik ga nog eens even de chat erbij pakken. Janou, die zegt, ik geef mijn New Forest ponies eten voor sobere rassen, omdat ik selenium bijgeef als supplement voor spierstijfheid bij de pony, waarvan ik vermoed dat dat insulineresistent is. Kan ik deze voeding voor sobere rassen blijven geven, of zou ik best overschakelen op andere voeding? Nee, als die daar goed mee is, je moet eigenlijk altijd zien, hè, als je gemerkt hebt dat je paard goed is op een bepaalde voeding, of een bepaald supplement, ja, dan heeft het geen zin om ineens te zeggen, ah, daar gaan we nu mee stoppen. Voor hetzelfde geld maakt het alleen maar erger. Als je niet 100% tevreden bent of je denkt echt van, tja, dat is toch, ik heb toch niet echt heel veel beterschap. Nadat je er al een maand mee bezig bent, dus je moet dat minstens een maand aan het geven zijn vooraleer dat je iets of wat kunt gaan zeggen dat het werkt of niet. Dus ja, ik zou niet veranderen. Wat je wel kunt doen, is je een basis houden. En bijvoorbeeld, als het nog niet 100% opgelost is, dan met de Equina Foodies gaan werken. Je kunt met nog magnesium gaan bijgeven. Magnesiumgelaat dan. Die selenium is ook een hele belangrijke. En zink. Maar die zink die zit ook nog bij in de Equina Foodies. Dus dat is misschien nog een handige om daar nog bij te geven. Of zoals wie zei dat? Die Glucobalance van Fitonics. Dat is eigenlijk ook een heel goed merk. Als je, ja, ik zou gewoon zien, normaal gezien op een maand, à drie maanden tijd, moet je in combinatie met de behandelingen en met de supplementen echt wel beterschap hebben. Je gaat het is niet hocus pocus opgelost. En het kan zijn dat je paard gaat hervallen, maar dan weet je tenminste wat je moet doen. En Evi vraagt, kan ik de Cranio in de zomer volgen? Ja, dat zit ook in de zomercursus, dus dat kan perfect. Zijn er voor de rest nog vraagjes? Geen vraagjes? Was alles duidelijk? Of redelijk duidelijk? Dat is graag gedaan, hè? Jolanda vraagt, komt er binnenkort een open dag bij je nieuwe plek? Een open dag niet. Maar we gaan wel, voor de mensen die dat geïnteresseerd zijn in de opleiding, omdat een open dag, als je er ooit nog komt, ga je ook zien dat eigenlijk, het is hier wel kei rustig, maar dat straatje is er zodanig klein. Hier is in de buurt echt heel weinig mogelijkheid tot heel veel auto's zetten. In Capelle kon ik dat doen. Dus op één dag is er 150 man geweest op een open dag. Dat is super tof, super gezellig. Dat is hier gewoon niet mogelijk. Dus moest ik ooit een manege open doen met een keigrote parking, dan zeg je allemaal welkom op een open dag. Maar nu is het, ja, ik woon hier keigraag, maar dat is het enige minpuntje dat hier gewoon niet voldoende parking is. Dus, Camille, heeft hoefbevangenheid altijd te maken met insulineresistentie? Nee. Dus dat kan er helemaal los van staan. Hoefbevangenheid kan ook komen doordat je te veel cortisonen hebben ingespoten, door verkeerde medicatie, door stress, door koliekoperatie, noem maar op. Voilà. Tof dat je dat allemaal boeiend vond. Mocht het zijn dat je zegt van, hey, ik wil graag nog eens een keer over dat onderwerp nog eens een keer iets weten, helemaal totaal andere visie dan het westerse verhaal, let me know. Dat kan ook gewoon via de mail. info@equina.be kan ook. En dan, voilà, dan zien we elkaar binnenkort terug. Hè. Goed.